Hey allemaal, welkom terug op mijn kanaal en welkom terug voor alweer een nieuwe opgemaakte video. Lekker oldschool, heel erg oldschool beauty YouTuber. Maar ja, ik blijf het toch wel interessant vinden om te zien welke beautyproducten dat ik volledig heb opgebruikt tot de laatste druppel. En dat geeft mij ook wel de mogelijkheid om er meer over te vertellen. En zeker ook om te kunnen oordelen of dat ik het wel of niet opnieuw zou aankopen. Dat is het type video dat ik zelf ook nog altijd heel graag kijk, omdat het je toch wel een beetje inzage geeft in wat dat andere mensen gebruiken. En je kan dan ook meteen horen van wat zijn de goede dingen, wat zijn de slechte dingen. Dit zijn mijn opgemaakte producten van de maand april. Het zijn er niet superveel, maar in april ben ik gestaag verder gekabbeld. Een goed tempo met toch wel een aantal mooie opgemaakte producten en ook wel een aantal grote favorieten. Heel erg basic Oral-B tandpasta complete. Volgens mij heb ik een paar pakken daarvan gekocht in de Action. Nog een ander basic product, en basic in de zin dat ik het eigenlijk als een soort van constante zie, is deze Park Avenue kwastenreiniger. Dit is een spray waarmee dat ik tussendoor mijn kwasten een beetje opfris, zodat de kleur en het residu eigenlijk uit de kwast verdwenen is en dat je dan de volgende dag met een meer proper kwast aan de slag kan, zonder dat je de kwast effectief volledig moet wassen met water en zeep en moet laten drogen. Dit was voor mij een nieuwigheid, en dit is de Carrefour Baby Sensitive reinigingspads voor gelaat en lichaam. Dat waren van die vierkante wattenschijfjes. En eigenlijk was dat de bedoeling dat ik deze zou vergelijken met mijn Shiseido wattenschijfjes. Die Shiseido wattenschijfjes zijn ook vierkant en die zijn zo super dik en zacht en fantastisch om te gebruiken. Ik koop er altijd als ik in de Sephora ben, of als ik er een bestelling kan plaatsen en iemand dat voor mij kan meepakken vanuit het buitenland. Dus ik was op zoek naar een betaalbaar lokaal alternatief en ik zag deze bij de babyspullen, de babyrayon staan in de Carrefour. Ik had dat ook als tip gekregen. Ik weet niet of ik de juiste heb gekocht, maar dit waren alleszins de enige die dat ik zag staan. Dus vierkant, wat schijfjes, zacht, pluis niet. Nu, ze zijn niet slecht, maar ze zijn absoluut geen waardige vervanger voor die van Shiseido. En dat is omdat deze veel dunner zijn. Dus die zijn wel geplooid, dus je hebt een paar laagjes. Maar die van Shiseido zijn bijna drie keer zo dik en drie keer zo luxueus. En deze zijn heel erg basic. Niet slecht, basic, goed basic, maar... Ja, ik kan niet zeggen van dump die van Shiseido en dit is het beste alternatief dat ik kan bieden. Deze zijn aangenaam, maar die van Shiseido zijn nog altijd wel een paar trapjes hoger qua kwaliteit. Dus niettemin een fijne ontdekking als je in de Carrefour bent. Een keer zelf gaan kijken om te zien of dat iets voor jou is. Een dubbele lading sheet maskertjes van Sephora. Deze is voor het volledige gezicht. Dit is met lychee, ultra moisturizing en brightening. En deze is voor onder de ogen met druif, soothing en toning. Ik ga een klein beetje in herhaling vallen, maar dat zijn van die cellulose patchjes of cellulose maskertjes. Die dat dus wel vrij goed op je gezicht blijven hangen. Die doordrenkt zijn met serum en die dat je huid vooral een hele goede verzorgende hydratatieboost geven. Er zijn wel verschillende kleurtjes en verschillende ingrediënten, maar naar mijn aanvoelen doen ze allemaal een gelijkaardig iets. Ik koop ze gewoon omdat ik ze leuk vind en omdat ik graag de verschillende kleurtjes wil proberen. Maar in essentie denk ik dat ongeacht welk kleurtje dat je ook neemt, dat je wel hetzelfde resultaat krijgt. En dat is op zich een zeer goed resultaat, want deze maskertjes doen echt wel hun werk. Toevallig zijn deze van het huismerk van Sephora, wat ze wel wat betaalbaarder maakt. En je kan ze ook online bestellen als je dat zou willen via sephora.fr. Maar ik sla er altijd in op het moment dat ik nog eens bij een Sephora ben. De laatste keer was vorig jaar in november in Barcelona. Dus daar ben ik gewoon alle kleurtjes afgegaan en eentje meegenomen. Je kan er ook kopen van Garnier bijvoorbeeld. Die vind ik ook zeer goed. Hele goede prijs-kwaliteit verhouding. En dan heb je uiteraard de meer luxueuze chic maskertjes, zoals die van Estée Lauder. Die zijn zeer prijzig. Die zijn ook wel kwalitatief beter dan deze en die van Garnier. Maar het is niet altijd de moeite om daar zoveel geld aan uit te geven. Ik vind het zeker ook wel fijn om zoiets als dit te gebruiken. Dus altijd een aanrader. Ik heb maar één haarproduct deze keer. En dat is deze shampoo van Aveda Invati. Invati is de lijn eigenlijk gericht op dun of uitdunnend haar. En dat was iets dat ik had opgepikt bij een blogster die ik volg, Brooklyn Blonde. Ik volg haar blog, ik volg haar ook op Instagram. En zij had hier een keer, ik denk vorig jaar of het jaar daarvoor, een campagne rond gedaan, omdat ze er heel tevreden van was.
Dit is eigenlijk een drie-stappenplan. Je hebt de shampoo, je hebt de conditioner en dan heb je nog een soort van lotion of toner dat in je haar moet. Maar de Invatilijn is er in elk geval op gericht om je haar er voller en dikker en mooier te doen uitzien en het haar aan te sterken. Nu, ik ga niet zeggen dat mijn haar in één keer veel dikker of veel voller was, maar het hielp wel alleszins om een aangepaste lijn te gebruiken. Zeker als je, een beetje last hebt van dun of uitdunnend haar. Maar ook wel heel speciaal, want er zit saffraan in. Je ziet het ook aan de kleur van de shampoo. Het is zo'n beetje een modderpapje. Maar alleszins, je haar heeft daar geen last van. En ook de conditioner heb ik hier van de gewone conditioner en de extra intense conditioner ook. Maar de shampoo is vrij snel opgegaan. Was natuurlijk maar een kleinere verpakking van 200 ml. Ik denk, moest ik de Invati shampoo nog eens tegenkomen aan een mooie prijs, dat ik het zeker en vast wel zou overwegen. Aan de andere kant heb ik niet het gevoel dat ik hem mis nu dat hij op is. Dus het is niet een shampoo waarvan ik zeg, ja, deze moet per se terug in mijn collectie komen. Als de gelegenheid zich voordoet, dan graag. En anders, ja, dan ga ik er zeker niet dood van als ik deze niet in huis heb. Wat ik wel graag in huis heb en wat ik mis als ik het niet heb, zijn deze fantastische douche foams, de douche schuimpjes van Rituals. In het bijzonder de witte lijn, de Ritual of Sakura, met kersenbloesem en rijstmelk. Dat is een geur die ik van in het begin dat ik de Rituals binnenstapte, zoveel 10 jaar of 15 jaar geleden, ik weet het al niet meer. Dat was de geur die mij onmiddellijk overdonderd heeft. Ik kocht de body lotion en intussen denk ik dat ik bijna de ganse lijn geprobeerd heb. Het is een fantastische geur. Een beetje warm, een beetje bloemig, een beetje zacht. Dus ik denk dat het heel veel mensen wel kan bekoren. Ze hebben vrij recent nog een hele verpakkingswijziging gedaan. Dus nu ziet het er allemaal een beetje meer high-end en classy uit. En vind ik dat het ook heel mooie producten zijn om cadeau te geven. Het zit zo net boven de drogisterij, maar nog niet zo duur als een high-end merk. Het zijn de minietjes van de doucheschuimpjes. En eigenlijk is het een soort van gel die van het moment dat je het gaat pompen en in contact komt met water, rijkelijk begint te schuimen. Dus heel aangenaam om je mee te wassen. Maar ook gemakkelijk om bijvoorbeeld je oksels of je benen te scheren. Het is een heel basic product, namelijk een douche schuim. Maar tegelijkertijd geeft het toch wel het gevoel van wat luxe. En deze twee heb ik dus alle twee met heel veel plezier opgemaakt. Het zijn ook dingen die zeker weten terug in mijn collectie zullen komen. Nog iets waar ik zeer tevreden van was en wat ik ook zonder problemen opnieuw zou kopen is het serum van Darphin. Dit is het Hydra Skin Intensive Skin Hydrating Serum. Nu, Darphin is vooral gekend voor zijn huidolie, dus plantaardige ingrediënten, maar ook de Hydra Skin was mij zeer bevallen. Het is echt een hydraterend serum met hyaluronzuur, dus heel waterig. Heel aangenaam op de huid, werkt voor elk huidtype, dringt ook snel in en geeft een beetje een plumpende hydratatieboost. Ben ik ook vrij snel doorgegaan omdat ik het heel constant elke dag gebruikte met heel veel plezier. Ik heb ook reacties gehad toen dat ik er een review over postte, dat andere mensen zeiden van ja, dit is een serum dat bij mij ook al heel erg lang in de kast zat, dat ik vaak gebruik. Ook een bestseller. Is dus misschien ietsje minder bekend dan de olie van Darphin, maar is wat mij betreft wel een zeer geslaagd serum en was ook wel nog vrij toegankelijk en betaalbaar. Een merk dat bij ons niet te krijgen is, dus ietsje minder toegankelijk, maar je zal ervoor online moeten gaan, is de Fresh Vitamin Nectar Vibrancy Boosting Face Mask. Fresh is een merk dat vooral in Amerika, denk ik, en in de UK te koop is. En ik heb een triootje van maskertjes gekocht, al een hele tijd terug. Dit is het eerste masker daarvan dat volledig op is. Wat ik wel zou aanraden en wat ik ook wel graag opnieuw zou kopen. Het is een masker in een potje, want het is een soort van jelly. Het lijkt op op abrikozenconfituur. Het is met fruitzuren en het dient dus eigenlijk om de dode huidcelletjes van je huid weg te halen en je huid een nieuwe boost te geven met een nieuwe glow, dat verse huidcellen terug naar boven kunnen komen. Gewoon met cirkelende bewegingen inmasseren, 10 minuutjes laten intrekken en dan afspoelen. Tegen dan is het wat ingedroogd en ja, heeft het eigenlijk gewerkt. Het is niet prikkend, het is niet irriterend, het is gewoon heel zacht, maar wel heel erg effectief als je het dan afspoelt. Dan ja, is de neus, de wangetjes zijn allemaal heel glad en je ziet die verse huid terug naar boven komen. Dus voor mij was het een aangename ontdekking en ik zou er wel graag meer van zien. Net zoals Fresh kocht ik ook deze Tatcha Silk Cream in de Sephora. Silk Cream is een beetje anti-aging, dus een iets rijkere crème. Vandaar dat ik hem vooral 's avonds gebruikte, maar hij zou ook perfect zijn voor de drogere huid. Dus een crème, maar toch wel met een gel consistentie.
Ruikt vrij fris, neutraal. En Tatcha heeft altijd van die geweldig fijne potjes met zo'n ingebouwd, spaaltje van boven, zodat je heel hygiënisch kan werken en de crème eruit kan halen. Tatcha is natuurlijk geen goedkoop merk. Ze zijn echt wel heel high-end. Dat zie je ook aan de verpakking. Dat zie je hoe dat het in het doosje komt, hoe je het moet uitpakken en ja, hoe dat je dan uiteindelijk het potje in je badkamer krijgt. Heel mooi ontworpen uiteraard. Ik ben altijd zeer tevreden geweest van de producten van Tatcha. Alles wat ik tot nu toe heb gebruikt is zeker wel een aanrader. De Silk Cream zou ik ook wel opnieuw kopen, maar is net zoals een beetje deze van Avera. Ik zou hem opnieuw kopen als ik hem tegen zou komen en zeker wel als het aan een interessantere prijs zou zijn. Maar het is niet iets waarvan ik dood ga als ik het niet heb. Dus een zeer goede crème, ik had er heel goede ervaringen mee, maar geen holy grail. Dus het zit in het ruime middenschap van zeer goed, zeer aangenaam, zou het wel opnieuw willen gebruiken, maar het stoot andere crèmes zeker niet van de troon. Dus vandaar een eervolle vermelding. Maar nu is hij op en zal je hem waarschijnlijk al niet te snel terug in mijn collectie zien. Wat ik wel een holy grail status wil geven, is dit poeder van Givenchy, Poudre Première. Dat is een poeder dat ik al jaren en jaren gebruik. Ik denk dat het mijn derde verpakking is. Normaal gezien krijg je er nog zo een puffje bij. Dus een poederspons waarmee je het poeder kan inwerken. Nu dat heb ik intussen al weggegooid. Je kan het zeer gemakkelijk aanbrengen. Daarmee echt wel je foundation fixeren. Het is een mat poeder, maar het maakt je huid niet cakey of dood. Het geeft een soort van satijn finish, matte finish, maar toch een soort van levendigheid. En het zorgt ervoor dat mijn foundation perfect gefixeerd wordt en heel goed blijft zitten de hele dag lang. Ik zou met alle plezier al mijn andere poeders afstaan als ik alleen maar dit zou kunnen gebruiken de rest van mijn leven. Het is een zeer goed poeder. Je krijgt 16 gram. Je doet er dus ook zeer, zeer lang mee. Het is een fantastisch poeder dat zijn prijs echt wel tot de laatste cent waard is. En dat zonder twijfel opnieuw in mijn collectie zal verschijnen. Dus echt wel dikke kus, hartjes voor deze. Nog een zeer geliefd product is deze. Dit lijkt op een handcrème, maar het is eigenlijk een voetencrème. Dit is de L'Occitane Crème Pied, dus de Dry Skin Foot Cream met 15% karitéboter. In tegenstelling tot de handcrème, waar dat 20 of 25% karitéboter in zit, dus hier maar 15%, dat maakt dat deze textuur een meer gelcrème is, wat wel heel fris aanvoelt op de voeten en ze ook een beetje een oppepper geeft, zeker als je zo vermoeide voeten hebt. Maakt ook dat deze crème ietsje lichter is en sneller intrekt in de voeten. Dus wat mij betreft is het wel een voordeel dat ze deze textuur met 15% karité hebben gekozen. Ik koop ze regelmatig in duo in een L'Occitane winkel in de outlet. Daar zijn ze wat goedkoper en dat is wel de moeite om het daar aan te kopen. Dus ik heb er zo nog een aantal in backup. Dus die ga je zeker in de toekomst opnieuw zien. Hele fijne voetencrème, hydraterend, verzorgend, een beetje verfrissend. Dikke aanrader wat mij betreft. Tot slot wil ik eindigen met dit trio. En het is eigenlijk een trio dat ik vaak samen heb gebruikt in de afgelopen maanden. Ten eerste deze witte tube en dat is eentje van Lancôme, de Cil Booster XXL. Nu, in tegenstelling tot wat je zou kunnen denken, is het geen wimperserum. Dus je wimpers gaan er niet groter van worden of dikker van worden of sneller doorgroeiend. Echt wel een wimperprimer, dus een witte substantie. Het lijkt op een mascara kwastje, even op je wimpers doen. Dan zijn ze gekookt met een witte mascara of pre-mascara. En dat geeft ze net iets meer dikte, waar dat dan de mascara aan kan hechten. En dat geeft dan wel weer een mooi voller effect. Is het een must? Nee. Is het een aangenaam product? Absoluut wel. Zeker als je net zoals mij hele fijne, fraaie wimpertjes hebt. Ja, dan ga je echt wel elke volume grijpen dat je kan. En dit was een hele fijne stap daarvoor. Wat ik graag gebruikte om dan de wimpers een klein beetje te coaten met een eerste laag, is ook van Lancôme de Hypnose Mascara. Dit is een bestseller mascara en ik begrijp wel waarom veel vrouwen of mannen dit een fijne mascara vinden. Het is een heel fijn kwastje. Niet te dik, niet te dun, met van die kleine, korte haartjes in een soort van spiraalvorm die dat goed de wimpertjes grijpen. Je kan deze mascara vrij gemakkelijk opbouwen zonder dat je wimpers aan elkaar gaan plakken of klonteren. Dus dit is een hele fijne mascara voor wie dat één laagje wil, maar kan even goed werken voor wie graag twee of drie laagjes aanbrengt. En zeker als je deze twee combineert. Maar ik wil natuurlijk een extra va-va-voom volume, dus ik ging daarboven voor deze van Urban Decay, de Perversion. De slogan daarvan is Bigger, Blacker, Badder. En je gaat het meteen zien als je naar het kwastje kijkt. En zeker als je deze bijvoorbeeld zou vergelijken
Met deze van Lancôme ga je direct het verschil zien. Deze is heel wat dikker, volumineuzer. Geeft dus ook wel een heel ander resultaat. Waar dat Lancôme Hypnose op te bouwen is en voor het freile tot middelmatige volume gaat, is Perversion er voor de volume freaks, zoals mezelf. Dus als je heel veel volume wilt, dan is dit een hele fijne mascara. Het geeft niet zozeer veel lengte, behoudt wel goed de krul, zeker als je het op voorhand met een wimpercruller doet. Maar gaat echt wel voor diep zwarte, volumineuze wimpers. En daar vind ik hem heel erg fijn voor. Maar dit zijn drie producten die ik ongeveer al 3 tot 4 maanden in gebruik heb. Je voelt dat de formule nu aan het uitdrogen is. Dat er ook minder mascara afkomt, dus het wordt tijd om deze te vervangen. En ja, dus ik heb er goede ervaring mee. Ik zou ze zeker wel aanraden, alle drie samen of apart, afhankelijk wat je voorkeur is. Maar voor mij mag het dus heel erg volumineus en dikke wimpers zijn. Voilà, dat waren de opgemaakte producten van april. Dank jullie wel alvast voor het kijken. En ook bedankt voor het abonneren en terugkomen en commenten en liken. Dat is altijd leuk om te zien en dat motiveert om extra video's te maken. Ik zie jullie heel graag terug voor een volgende video of een volgende vlog. Tot de volgende keer!